Like even deze video voor extra veel geluk. En als je het negeert, krijg je namelijk dit. En dat wil je dus niet hebben. Welkom terug bij een nieuwe video. En ik denk dat de hoogste tijd is dat ik iets leuks ga doen. Want ik heb dus vandaag een leuke date gepland staan. Hey, wat ga jij vandaag eigenlijk doen? Hey, luister. Ik moet vandaag naar New York toe, zeg maar. Want ik heb nou ook een afspraak staan. Ik heb een meeting staan. En ik moet er één dagje blijven slapen. Bewaak jij het huis hier zo? Oh, er is niemand thuis. Ja, prima joh. Ik bewaak wel het huis. Mag ik even je auto toevallig lenen? Want mijn benzine is leeg. En ik krijg morgen pas mijn loon gestort. Oh ja, natuurlijk. Wat ga je vandaag eigenlijk doen? Ik heb een date. Ik heb met haar even wat lekker eten. Ik weet nog niet precies wat en dan kom ik hier weer terug. Oh, veel plezier vandaag. Ja, ik vind het wel goed, joh. Mooi, dankjewel, pa. Nou ja, dat betekent maar één ding, dat ik zijn auto mag lenen. Dus ik ga eens even naar de garage toe en eens even zijn auto te pakken nemen, want ja, ik heb nog wel, ik heb een auto, alleen die van mij staat stil. Goed, weet je, laat even deze auto gaan pakken en even naar mijn date gaan rijden. Ik ben heel erg benieuwd. Ze is dus op de kermis en ze heet Natasha. Dus ik ben benieuwd hoe ze eruit ziet, maar wat voor dame zal het eigenlijk zijn en wat voor iemand is het? Trouwens, mijn auto staat hier zo. Ja, jullie hebben mijn auto nog niet echt gezien. Nou ja, hij rijdt prima, alleen ja, zonder benzine kom ik niet echt ver vooruit. Maar wat vind je van deze auto? Het is wel echt een verschil met de auto van mijn vader. Ook in mijn eigen huis. Ja, ik woon eigenlijk in een appartement, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een heel verschil. Maar weet je, laten we niet te veel gaan kletsen. Ik denk dat het de hoogste tijd is om naar mijn date te rijden. En ik ben dus heel erg benieuwd wat ik van mijn date kan verwachten. Ik vind het wel een beetje spannend, want ja, ik heb al heel lang geen dates meer gehad. En ja, ik weet ook niet wat ik kan verwachten eigenlijk. Maar ik ben toch wel eigenlijk toe aan iets nieuws. Aan een relatie. Want ik ben al zo lang, weet ik wat, single. Dus ik denk dat ik het wel goed kan gebruiken. Nu moet ik niet gaan roekeloos rijden, want dat vindt mijn date ook niet interessant, denk ik. Maar weet je wat? Ik zie jullie weer straks op de plek waar ik mijn date ga meeten. Ze is dus op de kermis. Ik heb het idee dat ze met wat vriendinnen daar is. Maar ja, we kunnen even kijken of het ook daadwerkelijk zo is. Ik heb mijn vrienden zetten. Ik mag hem eigenlijk hier niet gaan parkeren, maar ik had wel over doen. En oké, als het goed is, daar staat ze. Verderop. Volgens mij zie ik haar staan. Oh ja. En wacht, wie is die jongen nou weer? Dit meen je niet. Ik heb net de eerste dag een date en het gaat nu al fout. Hey, ik heb met jou een afgesproken namelijk vandaag. Hoe gaat het met jou eigenlijk? Oh, hey Delano. Ja, maar mij gaat goed hoor. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Superleuk dat ik je kan leren kennen. Wat bij het komen hier zo? Ah, fijn om te horen. Nee, ik ben niet met mijn eigen auto aangekomen. Dus ja, het wordt hartstikke leuk vandaag. Maar wie is die jongen die naast je staat? Oh, maak je maar geen zorgen. Dat is mijn broer. Je broer, maar wat een vandaag een leuke date. Ik ben hem hoor, je zus, ja? Oké. Ik weet niet wat je wou zeggen, maar whatever dan ook. Hé, lieverd, kom even lekker mee, zou ik zeggen. Wat schat, nog harder wil ik doen. Gewoon buiten een leuke dag afgesproken vandaag. Luister, broer, ik heb nu even iets anders aan mijn hoofd. En we gaan even wat andere dingen doen meer, oké? Dus misschien kom ik een keertje bij je terug, maar niet vandaag. Ik vind het wel heel raar dit. Lieverd, kom maar mee. Laten we even samen naar de auto gaan. Ja, dat klinkt echt als een heel goed idee. Ik heb er echt super veel zin in. Wat gaan we eigenlijk vandaag doen? Waar heb je eigenlijk zin in vandaag? Ja, ik heb eigenlijk wel zin om even lekker wat te gaan eten. Maar heb je ook misschien zin om even wat te gaan eten? Het is al eindmiddag, dus ik dacht misschien wel leuk om dat samen te doen. Oh ja, maar waar zullen we eigenlijk gaan eten? Lieverd, waar heb je eigenlijk zin in vandaag? Misschien friet of patat en een burger erbij? Of wil je dat liever niet? Nee, ik vind dat een beetje saai. Ik heb best wel zin in een biefstukje namelijk. Dus als we iets lekkers kunnen eten als een biefstukje, dan ben ik wel tevreden. Oké, nou ja, prima. Weet je, dan gaan we even lekker naar het restaurant rijden. En dan gaan we even samen een biefstukje eten. Ik heb ook op zich wel honger, dus kom wel goed uit, hè? Ja, inderdaad. Dat begrijp ik, hoor. Ik had echt een drukke dag gehad en ik ben gewoon moe op dit moment gewoon. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar weet je wat, mensen? Ik zie jullie weer op de volgende plek. Even kijken, als het goed is, moet het restaurant namelijk hier zijn, toch? Ja, dat klopt. Ik ben hier al 5 wezen eten. Oké, die maatte met mijn ex, maar ik wil het niet vaak over hebben met mijn ex of zo. Maar het was wel echt lekker hier om het eten. Oké, kun je vertellen iets over je ex? Wat is er precies gebeurd? Je weet hoe alle mannen zijn. Ze zijn vreemd te gaan. En ik hoop dat jij dat niet zal doen. Nee, tuurlijk niet. Ik zal nooit vreemd gaan. Nooit in mijn leven. Oké, dat is heel goed om te horen. Ja, ik was met de stoute koning. De stoute koning? Ik weet wel wat je bedoelt. Dat is niet oké. Maar prima, weet je, ik ben blij dat je er weg bent. Maar je had ook wel kunnen weten dat je niet met de stoute koning op date moet gaan, hè? Dat is waar. Oké, ik heb even de auto uitgeladen en we gaan eens op date. Maar dit restaurant is echt duur. Ik meen het, een van de duurste restaurants van de stad. Ook wel midden in de stad ook gewoon. Oh my god. Ik dacht McDonald's of zo. Ik bedoel, ik moet mijn loon nog krijgen. Hoe ga ik dat nou doen? Oh, gelukkig heb ik de gegevens van mijn papa. Dus ik maak wel gebruik van mijn vaders creditcard. Maar hier had ik dus niet op gerekend. Nou ja, in ieder geval laat ik even plaats gaan nemen. En oh, wauw. Wat een mooi muziekje hier zo. Het is wel heel rustig, maar hey, prima. Dat is wel een lekker plekje. Wacht, heb jij champagne besteld? Ja, dat klopt. Is er iets mis mee om champagne te drinken samen? Oh nee, ik vind het wel lekker. Ik wist niet al zo ver was. Joh, ja, ik moet mijn auto even uitzetten en je weet hoe dat gaat. Je hebt dat begrijp hier goed naar al de werk, schat. Inderdaad. Oh, er komt iemand aan. Laten we even samen wat drinken gaan bestellen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Inderdaad. Laten we dat samen even gaan doen. Nou, dan komt u dus aan hoor. Hey, goeie avond. Zou ik iets te drinken voor jullie kunnen inschenken? Ja, doe voor mij maar een colaatje alsjeblieft. Een colaatje? Serieus? Drink je nou even niet een wijntje of een champagne met me mee? Wat? Ik moet nog rijden, ja. Nou, en? Wat maakt dat nou weer uit? Nou ja, doe maar 2 wijntjes alsjeblieft. Ja, oké, vooruit bij deze. Oké, ga ik regelen. Komt eraan. Dankjewel, hè. Oké, het ziet er nou uit dat hij wat wijntjes gaat pakken. Nou ja, op zich, daar ben ik op zich wel content mee. Dus laten we even wat samen wel gaan drinken of zo. Ja, inderdaad. Dat is wel fijn als we even iets samen kunnen drinken. Zelf. Ja, dat vind ik nou ook. Hey, maar luister, studeer je of zo? Of werk je ergens?
Nee, ik doe het allebei namelijk niet. Ik zit eigenlijk voor 0 dag een beetje thuis. Ja, dat eigenlijk. Ah, maar heb je dan een uitkering of wat heb je? Ik heb een uitkering, maar niet alleen dat. Er zijn andere manieren dat ik geld verdien, maar dat wil ik jou liever niet vertellen. Maar hoezo niet? Wat zijn de manieren dat je geld verdient dan? Nogmaals, dat wil ik jou liever niet vertellen. Moet je mezelf achterkomen. Ik denk dat ik het wel weet. Ik vertrouw het niet helemaal. Maar waarom doe je zo moeilijk om het feit dat ze een wijntje samen gaan drinken? Kijk, weet je wel, het is de avond is nog jonger en we hebben nog zat dingen om te drinken. Ik heb liever niet dat er een politie op mijn lip staat. Ik wil liever niet mijn rijbewijs kwijtraken. Ik hoop dat je dat begrijpt. Nou en, een beetje een bad boy doet dit voor mij, ja, want ik wil het. Oké, whatever dan ook. Het zal ook allemaal wel goed zijn. Oké, de open komt nu aan. Als het goed is, krijgen we nu onze drinken. Nou, dat is hartstikke lekker dan, want ik heb best wel veel dorst. Ja, ik ook wel op zich. Hey, als het goed is, heb je je drinken bij. Klopt dat? Dat klopt zeker. 2 wijntjes. Kijk, alsjeblieft dan, jongens. Dankjewel. Zouden we ook al wat eten kunnen bestellen? Doe voor mij maar een biefstukje, alsjeblieft. Een biefstukje? Zeg, jongeman. We gaan eens een volgerecht doen, ja? Doe voor mij eerst maar een runde carpaccio en daarna een biefstuk. Serieus? Oké, ik doe met je mee. Oké, dat is helemaal goed. Komt eraan. Ga ik regelen voor je. Dankjewel, hè. Nou ja, in ieder geval, dit komt er zo meteen weer aan. Maar wou je nou serieus volgerecht gaan doen? Ik wil eigenlijk alleen het hoofd krijgen, want ja. Gast, wie next? Wat doe je nou weer moeilijk? We hebben de hele avond samen, oké? Ja, oké. En maar luister, zijn er ook dingen waar je mee bezighoudt of zo? Of misschien dingen die je leuk vindt? Nee, niet echt. Ik lig een beetje honger, heilig in bed. En af en toe speel je een keer op met mijn vriendin of zo. En gaan we lekker shoppen. Ah, wat voor kleding draag je daar? Ja, kijk, nu heb je dit aan toevallig. Maar wat draag je normaal gesproken dan? Christian Dior. Wow. Oké. Doe maar duur, zeg. Ja, maar wat draag jij er eigenlijk? Je hebt toch geld zat? Waarom loop je dan in dit rond? Ja, kijk, ik heb andere prioriteiten om mijn geld uit te geven. Een kapotje voor jullie. Kijk eens, alsjeblieft, jongens en meisjes. Oké, dankjewel, hè. Nou, laten we lekker smullen, schat. Inderdaad, daar heb ik ook wel weer zin in. Eet smakelijk, hè, en het hoofdgerecht komt eraan. Okidoki. Nou ja, laten we even in ieder geval lekker samen gaan eten. Klinkt als een goed idee. A few moments later. Zo, ik heb heerlijk gegeten. Die biefstuk was mal, zeg. Dat wil je niet weten. Inderdaad, had. Nou ja, laten we even samen gaan afrekenen dan. Afrekenen? Ik wil ook nog een maagdirect, ja? Zijn jullie uitgegeten? Ja. Wat zeg je dan, ja? Ik wil nog een ijsje. Doe voor hem al een dumb lunch en voor hem al daar. Oké, ik vind het maar goed. Zou je trouwens nog een dokter voor ons kunnen doen? De Cinerice? Voor mij ook? Ja, tuurlijk. Ja, doe gewoon maar mee, ja. Maar ik wil niet te veel alcohol in mijn lichaam hebben. I'll do what I said. Nou, jongen, pittige tante heb je. Nou ja, ik ga het voor jullie regelen. Okidoki. A few moments later. Zo, ik ben prettig lam, zeg. Ik weet niet meer wat ik ga zeggen. Ben jij nu al dronken? Doe eens even normaal, joh. Maar ja, in ieder geval, laten we even gaan aflekenen. Oké, even kijken. We hadden een biefstukje. We hadden namelijk 5 cocktails. En we hadden 2 wijntjes. En daarbij een carpaccio en een dambolantje. Dat kost je dan €688. Wacht, wat? Oké, ik ben spontaan niet meer aangeschoten. €688? Dan wacht je nog op. Je kunt ook wel betalen. Oké, kijk eens. Alsjeblieft. Er staat niet genoeg geld op, jongeman. Wacht, wat? Wacht. Oké, ik moet het van mijn vader even kijken. Oké, hoe ga ik dat nu doen? Wacht, ik had de verkeerde rekening. Mijn excuses. Oké, nou, het is geslaagd. Dan wil ik jullie nog een fijne avond wensen. Dankjewel, hè. Oké, ik vind het echt niet meer leuk. Zij is duur, man. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het niet erg om voor mijn date te betalen, maar dit is wel heel erg duur. Jeetje, mineetje. Ik vraag me niet helemaal of zo. Weet je, ik heb een idee. Ik ben nog met deze auto aangekomen. Maar morgen kom ik gewoon met mijn goedkope koekblik, want deze is zogenaamd getankt. En dan ga ik naar mijn huis toe. Eens even kijken of ze nog steeds zo enthousiast is. Nou ja, laat ik even gaan instappen. Ik denk dat de hoogste tijd is. Gat, waarom duurde het zo lang? Ja, ik moest even heel erg nodig naar de wc, dus vandaar. Oké. Ja, goed dat ik er niet bij was, hè. Jeetje, mineetje. Tja, kan ik ook niks aan doen, maar jij bent gewoon je eigen ding aan het doen en ik ben mijn ding aan het doen, dus... Whatever. Laat even lekker samen naar huis gaan, dus ik denk dat het een goed idee is. Wil je in een groot huis of in een klein huis? Ja, ik woon in een groot huis. Ik zou zeggen, kijk maar mee. Oké, nou, dat klinkt als een goed idee. Nou, we zijn dus bijna thuis aangekomen. Ik denk dat de hoogste tijd is mijn auto even te gaan parkeren hier zo. Wat een groot huis, hè. Je mag achter zeven. Hoe is die lelijke auto daar in de verte? De lelijke auto staat er gewoon nog steeds. Het is gewoon een reserve auto van ons. Ah, oké. Ik ben blij dat je daar niet in bent gekomen, hè? Weet je, laat hier even lekker uit gaan stappen. Ik denk dat het een goed idee is. Nou, dan gaan we naar de woonkamer toe en ik denk dat we lekker samen film gaan kijken. Zo, lieverd, laten we samen film gaan kijken, hè? Klinkt als een goed idee. Dat vind ik nou ook. A few moments later. Nou, ik heb genoten van deze avond. Daar zijn we nu thuis af willen zetten? Ja hoor, ga ik doen. Weet je, ik stel het je wel even thuis af. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Okidoki, nou ja, laten we dat even gaan doen. Ik heb haar thuis afgezet en ik denk dat de hoogste tijd is om te gaan slapen. Ik ben wel echt heel erg moe op dit moment. Maar ik vond het toch wel een beetje een rare meet-up. Ik zeg je eerlijk, ik voel deze vibe niet echt helemaal. Ik heb echt het idee, en jullie kunnen het waarschijnlijk wel merken, dat ze echt achter mijn geld aan zit. En ik wil dat morgen even testen, dus ik ga lekker slapen. Weet je wat? Wel rusten. A few inches later. Oh, goedemorgen. Ik heb vandaag weer met haar afgesproken en ik denk wel dat ik weet wat haar verwachtingen zijn. Zij verwacht waarschijnlijk dat ik met haar hele dure dingen ga doen. En dat ga ik dus niet laten gebeuren. Weet je, we hebben gisteren al iets heel erg duurs gedaan. En die rekening doet nog steeds hartstikke veel pijn. Als ze me hier niet dankbaar voor is, dan snap ik het ook niet. Gewoon €344 per persoon. En nu had zij
veel meer cocktails op dan ik. Dus waarschijnlijk was het eigenlijk gewoon 300 euro voor mij en 400 euro voor haar. En ik vind het eigenlijk voor mezelf te duur om 300 euro uit te geven. Maar blijkbaar zij niet. Nou ja, deze rijdt op zich nog best wel prima ook. Ik zeg je heel eerlijk. Maar we gaan haar even ophalen. Ik weet toevallig waar ze woont, maar ik heb het niet op film gebracht. Maar dat ga ik jullie vandaag al even laten zien. Het is echt gewoon beschamend. Gewoon vanuitgaan dat je met een rijke gast op stap wil gaan. En uiteindelijk zelf in zo'n armoedig huisje woont. Dat is gewoon echt het meest typische wat je eigenlijk kan hebben. Weet je, en er is niks mis mee om in een arm huis te wonen, hè, of in een flat. Maar kom op, gedraag je dan ook een beetje. Ga dan niet doen alsof je bij een of andere rijke boy wil uithangen. Om vervolgens zelf in een armoedig huis te wonen. Ik snap er ook letterlijk helemaal niks van. Maar als zeg, deze is lekker snel en dat is op zich wel heel fijn. Dus laat ik even naartoe gaan rijden. Maar ja, ik blijf mijn vrouw nog even volhouden. En eens even kijken of ze überhaupt wel met me meegaat. En dat ze instapt. Maar ik acht de kans vrij klein, zeg maar. Maar ja, weet je, we kunnen altijd proberen. En misschien stapt ze wel in hoor, als ik een beetje een goed verhaal heb. Maar nog steeds, het zal niet moeten eigenlijk. Dit is gewoon letterlijk de wijk en ik maak geen grap waar zij is opgegroeid. En dat kan, hè, weet je. Je kunt in een mindere wijk opgroeien, maar kom op, je kunt je dan echt niet zo opstellen. Ik bedoel, als je gewoon een normale baan zou hebben, dat wil ze niet. Maar kijk waar ze zelf in woont. Geen wonder dat zij de hele dag in een bed ligt en een uitkering heeft. Maar ja, een huis is een huis. En ik denk dat je daar in deze tijd al heel erg blij moet zijn. Of het nou een sociale huurwoning is of een rijke woning, maakt me niet uit. Huis is een huis. Laten we even naar binnen gaan. Hey lieverd, ik kom hier even ophalen. Oh, gezellig. Het was heel erg leuk gisteravond. Maar hier is jouw blauwe mooie auto, want ik zie nu ineens anders voor de deur staan. Ja, dat gaat niet om. Maar laten we vandaag iets leuks gaan doen. Wat wil je vandaag eigenlijk gaan doen? Laten we eerst even naar jouw huis gaan. En volgens denk ik wel dat het goed idee is om iets anders leuks te gaan doen. Oké. Nou ja, weet je, laten we dat even gaan doen. En ja, verzin maar even iets. Wat wil je gaan doen? Laten we zometeen even naar de juwelier shop gaan. Oftewel naar Zuid. Ah, Zuid, oké. Nou ja, duidelijk. Maar duur. Die kippenwisten is schat. Jij trakteert, hè? Ja, natuurlijk, snoetje. Ik ga weer trakteren. Komt helemaal goed. Laten we hier even in gaan stappen in deze auto. En ja, ik denk dat het wel een goed idee is. Gast, met wat voor lelijke auto kom je nou weer aan? Die zat gisteren voor je deur staan. Hé, luister lieverd. We hebben gewoon deze auto, ja? Stap gewoon in, zou ik zeggen. Ik stap ook in. Ja, echt. Hey, Bineetje, is je benzine op of zo? Mijn benzine is niet per se op, hoor. Hoezo? Ja, dat zie ik. Waarom ga je anders zo'n lelijke auto heen? Jeetje, Bineetje zegt. Ik had liever dat je Bianca auto met mee had genomen. Ja, luister, er is iets met die auto. Die moest naar de garage toe. Weet je wat? Vooruit dan maar. Ik ga gewoon met je mee. Maar alsjeblieft, kom niet weer met Olkijn aan, hè? Maar wat is je andere auto dan? Ja, die is bij de autogarage. Ik had het je toch verteld? Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer, want je hebt echt zo'n mooie auto. En dan kom je weer dit aan. Godverdamme, zeg. Sorry, ik bedoel, een auto is een auto toch? Hij rijdt toch? Kijk hoe hard het tenminste toch kan gaan. Je moet het ding niet onderschatten, hè? We kunnen nog snel rijden. Ik hoef niet in een snelle auto te rijden. Het liefst hij begint een Lambo met je. Maar je Audi was ook goed. Oké. Wanneer ga je trouwens een Lamborghini halen? Op een gegeven moment ga ik dat wel een keer doen, maar niet nu. Ik wil nu voorlopig in deze auto blijven rijden. En wie weet komt er ooit een Lamborghini in mijn pad. Ja, oké. Goed, weet je, ik laat mijn huis wel even zien. Huh? Mooi en een ander huis dan? Luister, dat huis waar we gisteren waren, was het huis van mijn vader. Hij was een dagje weg, maar ik moest op het huis passen. Hoezo zeg je dat nu pas? Maakt dat niet uit. Een huis is een huis. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Jij woont ook niet in het allerduurste huis, hè? Nou, dus, laat maar. Moet je er zo ver van de stad af? Ja, ik woon inderdaad vrij ver in de stad. Je hebt wel een mooi huis, hè? Nou ja, ik zou zeggen, kijk maar naast je. Godverdomme, ja, leuk huis hoor. Dus laten we even naar binnen gaan dan, toch? Wacht, ik heb een berichtje. Sylvie, ik moet er nou net spontaan even doorgaan. Ik heb nog wat te doen. Oh, oké. Zou ik je toevallig afzetten? Nee, dankjewel. Ik neem wel een taxi. Oké, wat jij wilt. Zij neemt taxi. En zij zegt dat ze ineens andere plannen heeft. Ik vind het wel heel verdacht. Maar ik denk dat ik weet wat ze gaat doen. Ze gaat sowieso naar die Christian Dior winkels en zo toe. En naar de juweliershop. En katverdamme, kijk of wat hier gebeurd is. Het is echt gewoon een bende. Ja, ik weet, het is een lelijk huis hoor. Maar ja, weet je, het maakt niet uit. Het is waar ik in woon. Maar ergens had ik het ook wel beter kunnen onderhouden. Maar ik heb trouwens nog wat nodig. En ja, ik ga even een cadeautje halen, zeg maar, voor mijn vader. Want ja, hij gaat trouwen met zijn vrouw. Dus ik denk dat het een goed idee is dat ik even naar de juweliershop ga. Eigenlijk wou ik er met haar naartoe gaan. Maar ja, weet je, het maakt niet uit. Dan ga ik wel lekker zelf. Zij is in ieder geval weg. Maar ja, wat wil ik ook met zo iemand? Ik ben er wel een beetje achter gekomen wat het is. Het is volgens mij niet echt een loyale dame. Hoe noem je een dame die dit doet? Laat even in de comments achter hoe je zo'n dame noemt. Degene die het allemaal goed zeggen in de comments, krijgen van mij een hartje. Weet je wat? Ik ga dus even naar de juweliershop toe. Nou. Kijk, waar kom je in van een duurdere week aan? En ik weet het, hè, mijn schatje die klinkt ook wel heel erg luxe of rijk. Ja, het is maar wat je luxe of rijk noemt, want als je je zo gaat opstellen, ja, sorry, maar wil ik je dan nog wel rijk noemen? Of ben je dan gewoon broke? En er is niks mis mee om zomaar broke te zijn, maar ik vind het gewoon raar. Ik vind het heel raar gedrag. Is dit een juweliershop? Ja, voor mij hierachter, denk ik. Kan ik hierop komen? Ja hoor. Ja, weet je, maakt toch niet uit. Mijn reserveauto. Het mooiste van alles is dat ik nog rijk ben ook, maar dat hoeft zij niet te weten. Je moet ook een beetje iemand kunnen testen, maar ze gaat spijt krijgen voor wat ze heeft gedaan. En ik wil haar toch misschien aanpakken. Maar ja, laat even naar de juweliershop gaan. Ik denk dat dat wel een goed idee is. En wacht, ben je serieus? Dit meen je niet. Laat even gaan spioneren wat ze te zeggen hebben. Oké, even gauw hier verstoppen. Dit meen je toch niet, hè? Zo, schat. Ik heb wat nodig toevallig. Oh, en wat heb je dan precies nodig dan? Bij voor mij deze nieuwe ring te halen. 1100 euro. Nou ja, bij deze. Hé, maar wat was er nou met die jongen van gisteren dan? Oh, whatever dan. Niks. Ik dacht dat hij een dure auto en een dure huis had. Laat maar zitten. Ik hoef ook niet meer te zien of te spreken. Ik hoop mij wel goed gebruikt voor het uitdagen. Je wordt geld. Waarschijnlijk.
waarschijnlijk was het gewoon zijn vader. Wat een loser is het ook. Oké, guys, mijn taak is helder. Het is de hoogste tijd om maar 24 uur te gaan pranken. En nu is het met hem, waarschijnlijk om het geld. Maar ik ben benieuwd in wat voor auto rijdt hij eigenlijk. Want ik had de auto van mijn vader toevallig geleend. Laten we even gaan volgen. Oké, wat gaan ze eigenlijk nu weer doen? Ik durf het niet te zeggen, maar we gaan even gewoon meelopen met hen. Want ja, ik durf even niet te zeggen waar ze naartoe gaan, maar hey. Zo, schat, waar gaan we eigenlijk naartoe op dit moment? Ja, wat denk je van naar mijn huis te gaan? In ieder geval, we kunnen wel naar mijn huis toe gaan. Alleen, ja, of het is naar jouw huis. Wow, ik heb echt een drukke dag gehad. Ik weet het zelf weer niet meer. Ja, weet je, maar hey, ik laat even mijn huis zien. Het wordt echt super, super leuk. Oh ja, en in wat voor auto rijden dan, schatje? In die Mercedes, dat voor je neus. En dat is echt mijn auto. Ik hoop dat hij serieus bent, hè? Niet zoals vorige die ook ineens zei van, dat is de auto van mijn vader. Nee, komt goed. Oké, het is helder. Ze rijden dus in een Mercedes. Nou ja, dat had ik niet anders verwacht. En ze gaan dus nu rijden. Alleen ze zijn echt heel snel dit moment. Maar dat maakt niet uit. Alleen ik moet op dit moment naar mijn werk toe. Alleen mijn teamleider is toevallig ontslagen. Dus we krijgen ook vandaag een nieuwe teamleider. Maar ik weet niet hoe die eruit gaat zien. Alleen ja, ik zit er wel steeds in deze auto. En het is een prima autootje hoor. Maar ik denk dat de hoogste tijd is om te gaan. Zijn ze nu ondertussen al weggereden? Of waar staan ze nu? Eens even kijken. Volgens mij. Oké, ik zie ze nu niet meer. Dat is heel fijn. Laten we even lekker naartoe gaan. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even naar mijn werk te gaan. Nou, wij zijn dus bijna aangekomen op werk. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even naar binnen te gaan. Oké, waar zijn die parkeerplekken? Oh, aan de andere kant natuurlijk. Jongen. Ik kom hier al zoveel jaar en dan weet ik het nog steeds niet. Is dat niet een beetje gênant? Ja, ik vind het van wel. Maar ja, ik moet eigenlijk wel een nieuwe auto gaan kopen. Want dit ding, ik weet niet. Het is een beetje aan het roesten. Echt een roesbak. Laat ik me even neerzetten. Hey, wacht eens even. Het is wel heel erg duidelijk. Ik zie, dit is de eerste keer dat ik deze Mercedes zie staan. Wacht, het lijkt wel een beetje heel erg op die Mercedes van die gast. Dat is toevallig. Nou, ja, toeval bestaat niet, toch? Zeggen ze. Laat ik even naar binnen gaan. Ik denk dat het daar de hoogste tijd voor is. En even naar boven toe. En eens even kijken of allemaal collega's toevallig ook aanwezig zijn. Ik ga er wel van uit dat ze er zijn. Goedemorgen, collega's. Leuk dat je er allemaal weer zijn. Hallo, Delano. Hey, luister. Je moet met de manager spreken. Hij heeft een verzoekje voor je. Ah, oké. Dankjewel, meneer. Nou ja, laten we even naar de manager gaan. Ik denk dat het de hoogste tijd daarvoor is. Hey, meneer. Jij moet me namelijk spreken, zei je? Ja, dat klopt. Ik wil je namelijk heel graag spreken over het volgende. En dat gaat namelijk over uw salaris. En ik heb ook een kleine mededeling voor je. En dat is dat de teamleider naar vrokken is vandaag. Je was gisteren namelijk niet aanwezig op werk. Waarschijnlijk, ja, ik had wel door, je had een date. Maar dat is niet heel erg. In ieder geval, ja, we willen het even over je salaris gaan hebben. En dan haal ik mijn nieuwe teamleider even bij. Oh, oké. Nou, ik vind dat maar prima. Maar kom maar even bij, zou ik zeggen. Okidoki. Henry, kom eens even hierheen. Ah, zijn naam is Henry. Nou, laat ik even kennis met hem gaan maken, toch? En wie is Henry dan precies? Wacht, waar is Henry dan? Hij zou toch hierheen komen, denk ik? Oh, is dat Henry? Hey, hallo? Hey, Henry, ik had al van wie gehoord. Mijn naam is, Delano, ik weet het al. Wat hebben we elkaar gisteren al gezien? Ja, dat klopt eigenlijk. Maar jij bent de nieuwe teamleider. Dat klopt. En ik ben vanaf jullie nieuwe teamleider. Oh ja, trouwens, even over je loonsverhogingverzoek gesproken. Het gaat helaas niet door. Waarom niet? Met de vorige teamleider was hartstikke enthousiast over mij. Het zou toch gewoon door moeten gaan? Geen discussie over mogelijk. Het gaat gewoon niet door, oké? Okay? Ik ga even pauze houden, dan ga ik er vandoor. En dan zien we elkaar morgen op de werkvloer. Oké, helemaal goed. Doei doei. Wat een kwal is dit. Ik zweer het je. Ja, het spijt me zeer, Delano. Ik heb mijn best gedaan, maar die teamleider was het echt niet mee eens. Kan jij ook niks aan doen, meneer? Nou, laat ik hem even doorgaan. Ik ben er helemaal klaar mee. Serieus, heb ik hem echt zo'n kwal te maken? Met daarover gesproken, hij ging eens even pauze houden. We hebben nu als goed pauze. Laat ik even zijn banden even lekker halen. Want ik zweer het je, als die banden dus lek zijn, kan hij ook niet meer wegrijden. Wat op zich wel logisch is. Dus dan gaan we dan even de bandjes lek steken, hoor. Zo. Want hij wil de loons niet eens verhogen. Ik heb het niet eens aan hem gevraagd, maar hij is sowieso een stokje aan het steken ertussen. Zo, kijk eens aan. Dit is wat we met zijn auto doen, hè? Oh ja, en niet te vergeten, we gaan ook even een GPS-tracker erop zetten. Zodat ik hem in ieder geval gewoon lekker kan volgen. Dus dat gaan we even doen dan, hè? Nou, de GPS-tracker zit erop. Ik denk dat het hoogste tijd is om weer terug naar binnen te gaan. Nou, daar gaan we dan. Ik heb er alleen echt geen zin in. En, oh, wacht, wat ga jij nou weer doen? Hey, ik moet weer vandoor. Jij weet wat je moet doen, hè? Ja, komt helemaal goed. Doei doei. Nou, ik ga er echt niet vandoor. Ik ga hem lekker volgen. Sorry, maar als mijn loon niet verhoogd wordt, dan ga ik dus niet meer akkoord. Oké, laat snel er vandoor gaan. Oké, hij mag me niet zien. Oké, hij gaat gewoon. Oh nee, ik moet snel zijn. Ik moet hem achtervolgen, man. Want anders gaat hij super snel rijden. Ik weet hoe hij is. Hij is niet voorzichtig, zeg maar. Nou ja, we gaan hem even lekker achtervolgen. Ik denk dat het wel een mooi moment is om dat te doen. Oké, hij gaat er wel vandoor. En oh my god, hij is super snel. Gaat hij nou zitten? Wat doet hij? Hij gaat niet eens zozeer met zijn eigen auto om. Wat is er voor iets raars? Ah, zijn banden zijn natuurlijk lek. Ja, sorry, maar dit is wat we noemen de ultieme karma. Ik kan hem lekker op zijn hielen zitten en eens even kijken wat hij gaat doen. Maar wij kunnen ook snel rijden, hoor. Zijn we sneller dan hem? Ja, ik denk het wel, maar laten we het even niet doen. We moeten de baas gaan volgen. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even te gaan pranken. Maar goed, het gaat hem wel even duren voordat we thuis zijn. Dus ik kan hem even lekker achtervolgen en kijken in wat voor huis hij woont. Als het goed is, zijn we bijna bij thuis aangekomen. Wat hier nou weer gebeurt? Oh jeetje, dit ziet er niet best uit. De parkeerspoot staat helemaal om, maar maakt niet heel veel uit verder. Want daar is dus zijn huis. En ik ben dus benieuwd of hij überhaupt thuis komt met die auto. Oh, hij heeft een scooter hier staan. Nou, ik denk dat het nog minder aantrekkelijk is dan deze auto. Maar deze auto ga ik even bij de buren neerzetten, want anders zien ze al gelijk dat ik er ben. En dat wil ik dus niet hebben. Dus ik zet mijn auto even hier neer. Laat ik even naar hen toe gaan lopen. Oké, eens even zien hoor. Hoe ziet een auto er nu uit? Gaat die garage open? Oh, die gaat gewoon letterlijk open, lol. En ah, no way dat hij hier met haar in gaat rijden. Waarschijnlijk zijn ze nu samen thuis. Laat ik even binnen gaan kijken, maar die auto is helemaal kapot. Totaal los. Dus laat even naar binnen gaan. Is de deur open? Het zou toch dom zijn als de deur gewoon open is? Oké, het is echt een ei. Ik meen het. Maar ik heb een idee. Ik heb namelijk een tweede pinpas en er staat geen geld op. Terwijl hij namelijk een pinpas heeft waar wel geld op staat.
Ik ga niet met elkaar omruilen. Ik ga niet stelen, maar gewoon even omruilen. Oh, daar zijn ze allebei. Wat hebben ze tegen elkaar te zeggen nu? Hey lieverd, ik was vandaag aan het werk. Ik ben dus teamleider geworden. Weet je wie ik tegenkwam? Nou, vertel, wie kwam je tegen dan? Ik kwam serieus die Delano tegen. Hij vroeg om loonsverhoging. Natuurlijk zeg ik daar nee tegen. Oh, slim gedaan, schatje. Maar hoeveel verdient hij dan eigenlijk per maand? Niet zoveel hoor. Hij verdient ongeveer, even kijken, 2100 euro per maand. Gewoon echt een beetje minimum, zeg maar, hier in Amerika. Bruto. Wat een loser. En dan sloot hij zich vooruit, zeker? Yep, terwijl ik gewoon meer dan 5000 euro per maand zit aan mijn baantje. En wat verdient je baas dan precies? Ja, dat is niet relevant. Dat weet ik allemaal niet. Maar hé, lieverd, laten we meteen even lekker hier gaan eten thuis, ja? Maar schat, we kunnen ook gewoon even in een restaurant gaan eten samen? Wil je dat echt zeker weten? Want ik bedoel, ik kan ook gewoon koken, hè? Maar dat vind ik zo saai. Laten we samen naar een restaurant gaan zo. Okidoki, mijn creditcard ligt buiten, dus die ga ik zo even pakken. Ja, dit is allemaal geen haast. Top, creditcard ligt buiten. Ook hoef geen wapen vast te houden. Zover ik over niet te gaan, maar eens even kijken, hoe kan ik naar buiten sneaken? Is toevallig een deur open? Nou, dit is geen deur, dit is een raam. Ik zal dus via achter moeten gaan kijken voordat ze straks naar achter gaan. Dus ik moet heel voorzichtig zijn. Tot nu toe lopen hier en ze mogen me niet zien. Ik hoop dat ze me nog niet zien, dus ja, daar staan ze dan. Oké, even kijken. Even gauw erheen sneaken. Oké, snel. Ze mogen me niet zien. Oké, dit is de creditcard. Ze liggen Waarom laat iemand de creditcard buiten liggen? In ieder geval, deze ga ik dus weghalen en ik ga die omwisselen met die andere. In ieder geval, ik heb hier mijn creditcard neergelegd en deze is wel van mijn casino. Staat bijna geen geld meer op, maar hey, toch een oude kaart. Als hij dat doorheeft, dat zou echt niet goed zijn. Maar goed, gaat waarschijnlijk niet eens doorhebben. Ik heb de kaart in ieder geval hier neergelegd en ik denk dat het wel duidelijk is. Laten we wisselen maar gaan beginnen. Oké, laten we sneaker naar binnen gaan en eens even kijken hoor, wat ze tegen elkaar te zeggen hebben. Hey lieverd, laten we er zo voor doorgaan, ja? Oké, is het maar goed. Dan gaan we lekker samen eten. Oké, laten we naar de auto gaan lopen dan. Helemaal goed, schat. Oké, die twee gaan naar de auto lopen samen en dat komt eigenlijk wel heel goed uit. Maar ik ben dus benieuwd wat ze tegen elkaar te zeggen hebben als ze zien dat ze niet met de Mercedes gaan. Want ik weet het, zij wil heel graag met die Mercedes. Alsof ze er een obsessie mee heeft, maar daar trap ik dus niet in. Ik weet precies wat voor type zij is, maar ik laat het daar niet bij zitten. Maar ergens ligt ze ook wel een beetje gevoelig nog bij mij. Dus misschien dat ik wel... Snap. Voorzichtig. Ze mogen niet weten dat ik er ben. Hallo. Oké, komt helemaal goed. Eens even kijken, wat heb ik tegen elkaar te zeggen? Schat, waar is die Mercedes van je? Nou, weet je, het stapt op de scooter. Maar geen rare fratsen, hè? Nee, komt helemaal goed zo. Maak je maar geen zorgen. Oké, dan. Nou, die gaan dus in ieder geval vandoor. Tenminste, dat ziet nog niet helemaal naar uit. Oké, ze gaan dus rijden. Maar laat ik even snel zijn, want ik heb nu tijd om naar een huis te gaan. Mijn auto is al iets sneller. Dus het maakt niet uit. Ik heb in ieder geval gewoon winst en ik heb gewoon speling. En dat betekent maar één ding: dat ik gewoon ga doen wat ze niet leuker vinden. Maar weet je, het komt allemaal wel goed. Laat ik even de auto mee gaan pakken. En ik heb namelijk iemand gevraagd. Want wat ik in een huis ga doen, is namelijk een vriend van mij neer binnenzetten. Ik heb toevallig de huissleutel meegekaapt van haar. Ik weet het niet netjes van mij, maar ik heb het wel gedaan. Dus ze zal waarschijnlijk een huissleutel missen. Maar dat maakt niet uit. Wat ik gewoon ga doen, is ervoor zorgen dat zij gewoon letterlijk niet meer naar binnen kan. Eerlijk, hoe mooi zal het wel zijn? Of ja, ze kan wel naar binnen, maar dan ziet ze gewoon letterlijk dat er gewoon een vriend van mij staat. Als het een vreemd gaat, weet je wel. Ik betaal dan 50 euro voor dit. En dat is maar een half uurtje van zijn tijd. Met een risico op geweld. Maar verder, ja, daar krijgt u goed geld voor, zeg maar. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik vind het echt super grappig wat ik ga doen. Gaat dat niet leuk vinden? Nou, en dan zijn we dan weer terug aangekomen in de wijk. Het is niet mijn favoriete wijk. Maar goed, een huis is een huis op dit moment. En kijk, mijn vriend staat er al klaar. Gewoon een goede vriend van mij. Dus ik ga hem even de instructies geven. En dan gaan we naar binnen toe. Of tenminste, hij gaat naar binnen toe. Yo, bro, is alles goed met jou dan? Ja, man, alles is goed met mij. Hé, luister, wat gaan we dan doen? Ik kreeg 50 euro, toch? Ja, klopt. Jij krijgt 50 euro als jij, zeg maar, gewoon aan. Het enige wat je hoeft te doen is naar binnen te staan. En gewoon te doen alsof je haar vriendje bent, ja? Hé, man, misschien ga ik hem wel kapen. Nou, als je dat voor elkaar kan krijgen, ik zou het niet doen als ik jou was. Want ze gaat gewoon met al je geld vandoor. Oh ja, dan gaat mijn 50 euro zo weg. Dat wil ik liever niet hebben. Maar weet je, het klinkt als een goed idee. Dus dat is wat ik moet doen? Ja, klopt. Kom maar even mee naar binnen lopen, zou ik zeggen. Ja, toch, bro. Komt helemaal goed. Ik ben echt benieuwd, man. Ik weet niet wat ik moet verwachten hier. Maar ik denk dat het super grappig geworden. Dus ik ben eigenlijk wel blij met deze opdracht. Ja, snap je. Nou, kom maar even hier staan, zou ik zeggen. Wat je hoeft te doen is hier zo. Hou gewoon vol, ja? Als ze thuis komt, hé, schat, je hebt een leuke dag gehad. Weet je wel, dat soort dingetjes. Ik heb eten voor je gemaakt. Zeg dat gewoon tegen haar. Yo, zal ik doen, man. Kijk, super. Als het goed is, komen zij zo thuis aan. Ik weet niet hoe ver zal zijn met rijden, maar zijn ze dat toevallig al thuis? Nog niet. Laat ik even snel mijn auto weg gaan zetten voordat ze thuis zijn. Want ze mogen niet zien dat ik hier ben. Oh, snel. Oh, schiet op. Oh, die rots. Ik meen het je. Die vandenstakken staan overal op straat. Echt niet, joh. Ik snel vandoor. Dat ze straks doorhebben dat ik hier sta. Goed, weet je, ik ga mijn auto even kijken waar zal ik hem zetten. Hierzo. Tenminste, ja, dat is mijn auto voor nu. Maar maakt niet uit. Ik ga hem even lekker hierin zetten. Zo, kijk. Nou, dan staat hij in ieder geval veilig. Komen ze ook niet achter. Ik denk dat die man niet zo heel blij is dat ik het heb kapot gemaakt. Oh, het boeit hem niet eens. Lol. In deze wijk kan ik echt alles, hè. Maar ik had het idee dat hij eraan komt, dus ik kan me nu verstoppen. Nou, is hij toevallig al bijna of niet? Oh, daar is hij. Oké, ze komen dus samen thuis aan. Daar komt het mooi uit. Nou, ze gaan eens lekker naar binnen toe. Zo, schat. Ik ben dus eindelijk weer thuis aangekomen. Ja, nou en of. En dit is jouw huis. Het is niet echt het mooiste huis. Maar ja, een huis is een huis, schat. Je bent de tweede die het dan zegt. Je lijkt net op Delhi. Oh, sorry, schat. En hé, wat krijgen we nou? Wie is dat nou weer, hè? Ken je hem of zo? Hé, douchie. Is alles goed bij jou? Wie ben jij dan weer? Wat doe je in mijn huis? Ken je me niet meer? We hebben toch gewoon een relatie, dat weet je toch? We hebben een relatie. Dus jij weet niet eens of je een relatie hebt. Hé, luister, vriend. Die ga ik niet accepteren. Wat denk je dan wie je bent? Hé, wie denk je wel niet wie je bent dan, hè? Hé, sokken dat je bent. Ik zweer het je. Niet zo stoer doen, hè, vriend. Hé? Hier, die kun je krijgen van mij ook. Hé, wat denk je niet? Wie ben je? Wie denk je wel niet wie je bent?
Hey, stop nou, nou even rustig aan doen, hè? Laat hem met rust, joh. Stop met dat gevecht. Sorry, schat. Luister, ik denk dat dit gewoon een misverstand is, ja? Luister, die deur stond voor mij nog open en dit is gewoon een misverstand, oké? Okay? Dit is gewoon een gast die al de hele tijd op me achter me aan zit en alleen maar stom aan doen is, snap je? Hey, luister, ik ben geen stalker van jou. Hier ben ik niet van gediend, hè? Ja, in ieder geval, ik wil liever dat je vertrekt en laat hem gewoon met rust, ja? Inderdaad, laat hem gewoon met rust. Nou, dat is ook weer gelukt. Oké, okay, laat ik snel naar buiten gaan, want als goed gaan zo naar resto. Tenminste, ik denk het. Hey bro, hier heb je 50 euro. Thanks, man. Hey, die gast had niet zo stoer moeten doen, man. Eerlijk, hij heeft die wel klappen wel verdiend van mij, hoor. Eigenlijk had je beter niet moeten vechten, maar weet je, ja, hij leeft tenminste nog. Heeft u überhaupt een schade of letsel overgehouden eraan? Nee, niet echt. Ik vind het alleen wel een beetje raar dat die chickie zegt dat ik haar stalk. Ja, dat is ook wel een beetje vreemd. Maar weet je, ga lekker naar huis toe. Geniet van je 50 euro, hè. Is goed, man. Dankjewel, broski. Geen probleem. Als het goed is, gaan zij zo lekker uit eten. Maar ik ga eens even kijken wat ze te zeggen hebben. Hey, schat, laten we nu gaan uit eten, oké? En zo te zien zijn ze aan het uit eten gaan. Weet je wat? Ik ga even mijn auto pakken en ik denk dat ik naar het restaurant ga rijden en eens even gaan bespioneren wat ze daar te zeggen hebben. Het mooiste is, ze hebben geen geld op een pinpas staan. Dus ze gaan mooi in de problemen kunnen komen. En eerlijk, deze chick houdt er niet zo van als mensen geen geld hebben. Ik heb mijn auto bij de buren geparkeerd. Sorry mensen, maar oh, ze zijn nog gewoon lekker buiten aan het zitten hier. Zo onder een partytent. Ja, zo kan het ook. Maar ik ga er lekker weer vandoor. Maar ik denk dat deze prank wel geslaagd is. Wat een chaos. Maar ik ga lekker door naar de volgende plek. Nou, wij zijn dus bijna aangekomen bij Resto. En als het goed is, zijn ze er al of niet? Of tenminste, misschien zijn er net. Ik denk dat ik wel weet welk restaurant het is. En ja hoor, hier is het dan. Ik zie ze al staan. En een scooter is natuurlijk. Oké, laten we even gaan spioneren. Ik hoop dat ze me niet doorhebben. Nou schat, ik heb al echt super veel trek gekregen. Laat een biefstuk gaan eten. Inderdaad, ik heb ook eigenlijk wel zin in een biefstukje. Gaan ze nou alweer biefstuk eten? Nou ja, in ieder geval, ik ga er even lekker achteraan, denk ik. Want waar zijn ze nu weer? Oh, daar zijn ze. Nou, laten we ook even voorgerecht en nagerecht doen, ja? Dan vind ik het tot nu toe wel beter dan Deli, want die wou alleen maar een hoofdgerecht. Als het die gouden vandoor moest gaan. En wonder met zijn minimale karig salaris. Waarschijnlijk het heel salaris in mijn huis gegeven. Wat een loser is het ook, hè? Dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ik heb echt super veel honger. Laten we gaan zitten. Dames en heren, zou ik wat voor jullie te drinken kunnen inschenken? Ja, doe voor mij maar een cocktail, alsjeblieft. En voor mij ook graag. Wat voor cocktail willen jullie? Doe maar de Sunrise. Die was ook wel lekker. Ik had die gisteren op een Delano. Niet over Delano praten, alsjeblieft. Ik word er een beetje gek van als je iedere keer doet. Laten we gewoon even gaan genieten, ja? Dat is de enige gast van gisteren zeker. Ja, dat klopt. Waarom ben je nu niet met hem dan? Lang verhaal. Ja, het gekke is, ik ben zijn teamleider. Ik denk dat ik het al hoor. Weet je, maakt niet uit. En wat wil je nog meer? Biefstuk? Ja, graag. Doe maar de XL biefstuk, alsjeblieft. Mee eens. Nou, die gaan even lekker uit eten. Ja, ik ga verder even geen fratsen met eten uithalen. Vind ik een beetje gemeen. Maar hé, laat even wachten tot een date voorbij is. A few moments later. Nou, hun date is dus voorbij. En eens even kijken wat ze te zeggen hebben. Heeft alles gesmaakt? Ja, zeker. Alles heeft zeker gesmaakt. Bij mij ook, meneer. Oké, nou ja. In ieder geval, jullie hebben iets van 12 cocktails op. Jullie hebben een carpaccio op. Jullie hebben een XL steak op. En jullie hebben nou ook een lekker ijsje op. Dat kost u dan 1588 euro. Wat is het zo duur hier? Schat, gaat die zo zeuren gewoon betalen, ja? Oké, daar gaan we dan hoor. Laat ik even afrekenen. Dat is mijn enige creditcard die ik nog heb. En wacht, wat? Waarom weigert hij? Heb je soms niet genoeg geld, jongen? Want anders weigert hij niet zomaar, hè? Ik kan even checken hoeveel er nog op staat. En jongen, er staat er 5 euro op. 5 euro? Serieus? Heb je mij normaal ingenomen of zo? Als ooit de rekening moet betalen. Weet je wat? Laat me zitten. Zoek het lekker uit. Ga weg. Ik hoef je niet meer te zien. Maar lieverd, we kunnen het toch ook gewoon splitten of misschien de termijnen betalen? Nee, ben ik niet duidelijk of zo? Ga weg. Ik hoef je niet meer te zien. Nou, dat ging niet helemaal goed volgens mij, maar ik sta hier lekker verstopt. Eerlijk, deze karma heeft ze wel verdiend hoor. Want ja, en wacht, wie is dat nou? Hé, wacht, is dat mijn manager? Is hij hier toevallig ook vandaag of niet? Hé, douchey. We hadden vandaag even afgesproken, toch? Dat klopt, schat. Kom maar lekker zitten. Oké, guys, dit is echt het meest verschrikkelijk wat er gebeurd is. Voor de mensen die het hebben gemist, die dame die daar zit, was eerst een vriendin van mij, zeg maar, of gewoon mijn vriendin. Maar omdat ik niet rijk genoeg was, ging ze ineens door naar mijn teamleider. Omdat hij ook niet rijk genoeg is, gaat hij ineens door naar die andere knaap. Dit loopt helemaal uit de hand. Zo, lieverd, ik ga wat betalen, schat. Je hoeft niks te betalen. Oh, maar dat vind ik echt super cute van je. Trouwens, zullen wij morgen wat doen samen? Het is nu een beetje laat. Dus als je me thuis af wilt zetten, zou ik echt geweldig vinden. Dan kunnen we niet zometeen nog wat doen dan? Nee, schat, sorry. Het is echt te laat op dit moment. En ik moet echt naar bedje toe. Kom maar, niet zo aanstellen. Het is pas 10:30 s'avonds. Plus, ik betaal het etentje. Ik ben duidelijk geweest, oké? Betaal het eten en breng me gewoon thuis. En morgen kunnen we gewoon iets leuks doen. Dan kom ik morgen naar je huis, toch goed? Okidoki. Ik vind het heel raar. Het is wel een beetje alsof zij zo afstandelijk ineens naar hem doet. In ieder geval, het zal me wel goed zijn. Maar ja, ik zie morgen toch op mijn werk. Dus ik ben benieuwd. Morgen gaan ze dus naar zijn huis toe. Ik weet niet precies waar hij woont, maar daar ga ik wel achterkomen. Ik moet eerst weten wat een auto is. A few moments later. Hij heeft tot dit moment het betaald. We zijn dus net weggegaan. En dat betekent maar één ding. Dat ik ook gewoon lekker naar huis ga. Dus ik ga er maar weer eens vandoor. Zo, jongeman. Ik ken jou nog. Oh ja? Hey, oh ja, dat klopt. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar dat meisje waar je gisteren mee was, is niet loyaal. Ik ging eerst met jouw teamleider vandoor, want ik heb er een verhaal over gehoord. En vervolgens denk ik met jouw baas of zo. Ik weet van alles. Ja, ik vind het echt niet kunnen. Als ik jou was, ik meen het. Maak haar zwart online. Moet ik haar online zwart gaan maken? Maar als ik er aandacht aan ga besteden, krijg ze dat juist betaald. Wordt ze
Dat is helemaal gek. Het is best wel een knappe dame. Je weet hoe dat gaat. Je hebt gelijk. Je moet een manier vinden om haar te pakken zonder dat ze überhaupt geld oplevert. Stelker nog, breng haar in de schulden. En zorg dat ze online wel bekend staat als iemand waar ze niet mee in zee moet gaan. Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar dankjewel voor de tip, man. Nou ja, in ieder geval laat ik even doorgaan. En ik denk dat het hoogste tijd is om naar huis te gaan. Maar het feit dat ze met mijn baas even doorgaat, vind ik even verschrikkelijk. Terwijl ze 2 dagen geleden nog met mij omging. Of ja, niet eens 2 dagen, maar 1,5 dag geleden inmiddels. Ja, ik ga bij mijn koekblik even pakken. En ik ga gewoon bij mijn ouders slapen, denk ik. Want ik ben er wel achter gekomen hoe zij namelijk is. En het erg is, hoe ligt zij mij zo gevoelig? Hoe kan ik kan er niks aan doen, maar ze ligt me echt, echt heel gevoelig. Ik begrijp het ook gewoon niet hoe dat kan. Want ik bedoel, zij heeft me echt gewoon bedonderd. Ze heeft me belazerd. En toch, ze ligt me echt heel erg gevoelig. Maar weet je wat? Ik ga lekker naar huis rijden en ik denk dat ik jullie weer thuis zie. Like even allemaal deze video voor extra geluk trouwens, mensen. Ik ben het bijna vergeten te vragen. Want anders is er een grote kans dat er straks een rat onder je bed ligt. Of misschien wel een spin. Brrr, dat wil je toch niet willen, jongens. Dus een like is maar een hele kleine moeite. Echt misschien wel de kleinste moeite naast video kijken. Het is gewoon klikken. En ja, dat kun je gewoon zelf doen terwijl je deze video kijkt. Wist je dat? Je moet de video niet op pauze zetten. Nee, het kan allemaal tegelijkertijd. Maar goed, we zijn dus thuis aangekomen. Ik ga verhaal halen bij mijn ouders. Of ja, in ieder geval het verhaal vertellen. Hey pa, ma, ik ben thuis aangekomen. Oh, echt? En hoe was het eigenlijk met je date? Ja, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd naar. Laat het daar even niet over hebben, oké? Okay? Het was echt de meest verschrikkelijke date die ik had. Hoezo? Ging ze met mijn geld een soort van door? Dat is een verhaal voor een andere keer. Maar ik ga lekker slapen, papi en mami. Wel trusten. Ik heb echt helemaal geen zin dat verhaal te vertellen. Hoe moet ik dat wel uitleggen dat ik gewoon het geld van vader heb uitgegeven? Maar dat had hij waarschijnlijk al gezien. Alleen, ik durf die confrontatie echt niet aan te gaan. Dat weet je, wel trusten, jongens. A few inches later. Wow, een hele goede morgen. En oh, het is al super laat. Ik moet naar mijn werk toe. Ik kom straks nog 3 minuten te laat. En die baas wil echt gewoon stipt op tijd komen. Maar goed, ik heb een idee. Wat nou als ik zo meteen de teamleider ga zwart praten? En wat ik daarmee bedoel is dat ik gewoon letterlijk tegen mijn baas vertel dat mijn teamleider met die blonde dame is gespot. Dat ik haar heb gezien in het restaurant. Hey, ik ga naar werk toe, hè? Oké, werk ze. En geen rare fratsen, vriend. Nee. Komt helemaal goed. Zou ik je 1 ding vertellen? Iedereen op mijn werk rijdt in een normale auto. Maar die van baas, waar hij in rijdt, ik heb nog niet echt opgelet trouwens. Dat is echt stom. Ik had eigenlijk moeten opletten. Maar ik kan nu wel achterkomen in wat voor auto hij rijdt. Ik vind het wel verschrikkelijk dat zij met mijn baas is vandoor gegaan. Terwijl ze eerst daarvoor nog met mijn teamleider was en daarvoor met mij. Het lijkt gewoon een evolutie van werknemer naar teamleider naar baas. Het lijkt alsof ze straks een rijker event wil. Nog even en ze staat straks met Elon Musk of zo daar zo op het ruimteschip. En dat zal niet zijn omdat zij hem een knappe man vindt of zo. Maar goed, we zijn dus aangekomen bij werk. En ik denk dat het hoogste tijd is om mijn auto even te gaan parkeren. En wacht, is hij daar alleen? Oh nee, er is nog iemand. Ja, in ieder geval, een van mijn collega's rijdt in die auto. Dat zou zomaar een auto van mijn andere teamleider kunnen zijn. En ja hoor, natuurlijk die BMW. Heb mijn baas een BMW? In ieder geval, het is me duidelijk geworden. Laat ik even naar binnen gaan. Maar ik ga ze laat ik even zijn kenteken even noteren. En dan kan ik zo zien waar die woont. Oké, nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is geworden. Ja, er staat niet echt een kenteken op. Ook niet aan de voorkant trouwens. Wel, hier kan ik wel informatie uit halen. Want er zijn niet heel veel van deze auto's die rondrijden. Dus ik ga het fixen. Volgens mij is maar 1 blauwe auto in de stad. Oké, er staat een dame aan de deur. Maar dat hoeft even niet. Ik ben gewoon te laat om mijn werk aangekomen. Maar zoals ik al zeg, ik ga die prank even uithalen. Of ja, het is niet eens een prank. Alleen, ik weet alleen niet hoe het gaat bevallen. Maar hoe? Ik weet het niet. Oké, laat ik even naar boven gaan. En ik denk dat ik even me ga melden bij de baas. Waar was je vanochtend? Oh, waar ik was. Ja, ik moest even thuis zijn namelijk. Ik ben wat later gekomen. Ik weet het. Je weet wat de regels zijn. Ga je melden bij de baas. Oké, semi-baas. Oh mijn god. Echt gewoon een semi-baas. Ook gewoon een teamleider. Weet je, ik ga me nu melden. En even kijken wat hij te zeggen heeft. Hey, oh mijn god. Hij heeft letterlijk een shotgun. Ja, luister goed. Waarom ben je te laat? Sorry, ja, mijn auto startte vanochtend niet. Dus ik moest hem aan de praat krijgen. Hey, luister, waarom heb jij een shotgun vast? Oké, dat betekent dat je 1 kwartier lang moet doorwerken. Ja, ook al ben je 3 minuten te laat, dan ga je maar 12 minuten door in je eigen tijd. En waarom ik een shotgun vast heb? Ja, je weet dat ik een jager ben. Ja, inderdaad. Hey, ik moet je wel even vertellen, want ik heb gisteren namelijk iets gezien. En ja, ik moet het toch even kwijt. Oh, en wat heb je dan precies gezien? Kun je dat mij eens vertellen? Ik was gisteren aan het eten in het restaurant. En ik zag toevallig mijn teamleider, die nieuwe, weet je wel. Maar ik zag dat hij met een of andere blonde dame me vandoor ging. Dat is leuk voor hem. Kun je ook even vertellen hoe die eruit ziet? Ja hoor, er zat een paardenstaart in, een zwarte crop top aan. En ze had namelijk een legging aan. Een of andere gepanterde legging. Dus dat. Oh, oké. Nou ja, ik ken haar niet, maar leuk voor hem, denk ik. In ieder geval, ik ga even naar mijn teamleider toe om even wat met hem te spreken. Want ja, ik moet gewoon even wat zaken doen. Oké, helemaal goed. Oké, ze gaat nu naartoe. Oké, laat ik even heel snel achter hem aanrennen. Oké, snel. Laat even aan gaan volgen, want oh my god. Hij is echt super snel. Ik heb een idee. Het gaat een geweldig conflict worden. Of een geweld, gewoon eentje maar geweld. Dan ga ik hem ook gewoon filmen. En dan ga ik dat aan de politie laten zien. Ik denk dat het wel een goed idee is. Dat heb ik in ieder geval bewijs. Kijk, waar is hij? Oh, daar is hij. Oké. Even kijken wat ik te zeggen heb. Hey, luister, waarom ga je met mijn meid er vandoor? Wie denkt je wel niet wie je bent, vriend? Hè? Dat is meer geïnteresseerd in mij dan jou, hoor. Ben je maar gek geworden. Maar, sorry, meneer. Ja, niks is sorry, weet je. Zoek het lekker uit. Ik hoef je niet meer te zien. Je bent ontslagen bij deze, oké? Oké, filmen. Snel. Luister, hier, hè. Wie denkt je wel niet wie je bent? Kun je het krijgen ook van mij.
Hier, boem, hè? Dag. Gotcha. Oké, laat ik er snel mee vandoor gaan. Dit was wel heel heftig. Ik wist niet dat het zo heftig zou worden. Ik vind het wel heel heftig. Ik ga er gelijk vandoor. Ik meen het. Ik denk dat het de hoogste tijd is om... Nee, dat kan niet. Ik moet gewoon werken hier zo. Ik denk dat dat eerst wel de bedoeling is. En ja, ik moet gewoon even wat werk gaan, denk ik. Natuurlijk, iedereen is weg. Oh, ik had ook niet anders verwacht. Ik kan mijn werk even afmaken. Ik ben helemaal uitgeput. Ik moest gewoon echt lang doorwerken. Iedereen was gewoon weg. Ze hoorden waarschijnlijk een knal. Maar ja, ook geen wonder. Dus ik had even tegen hem zeggen. Hey, baas. Waar is mijn baas nu? Oh, hier. Hey. Ik ga er weer vandoor. Want mijn werk zit erop. Alleen, waar was de teamleider vandaag? Ik kan hem vandaag helemaal niet meer zien. Oh, hij is naar een ander bedrijf gegaan. En hij is de komende week. Of ja, ik weet niet. Hij is zo lang wat afgesproken hebben. Gewoon daar zo. Oké, is goed. Hey, baas. Dan zie ik je weer morgen. Hè? Hey, doei, doei. Ja, in ieder geval. Ik ga naar de politie toe. En ik ga die beelden even laten zien. Want ik vind het echt verschrikkelijk wat er gebeurd is. Er is gewoon letterlijk een schietpartij op mijn werk geweest. Gewoon een baas die een teamleider neerhaalt. Dat had ik echt nooit verwacht. En gezien hem met mijn dame van de eerste vandoor ging, betekent maar één ding: dat ik er gewoon snitje. Goed, weet je, ik ga mijn auto maar eens pakken. En ja, ik vind het helemaal niet leuk om mensen te snitchen. Maar als dit gebeurt, ja, ik heb geen keus. Ik heb tenminste nog een oude Fiat. Maar deze Fiat gaat tenminste wel super snel. En je ziet het gewoon, hè? Nou, dat was een Fiat 500. Dat kun je ook wel in ieder geval stellen. Maar weet je wat? Ik ga even lekker naar de politiebureau rijden. En ik ga even aangifte doen. Ik denk dat dat het beste idee is. Oké, weet je, wij komen dus aan bij het politiebureau. En ik denk dat het de hoogste tijd is om elkaar, ja, even mijn auto hier neer te zetten. Hoe je het ook maar bent of keert, we moeten echt aangifte gaan doen. Want ik weet niet, ik kan me echt niet met mijn hoofd bij. Maar mijn god, ik ben helemaal in de war. Laat ik even naar binnen gaan. Hey, goedenavond, meneer de agent. Hey, ik wil toch even ergens aangifte van doen. Wat dan? Heb je soms bewijs? Ik heb keihard bewijs. Meneer, kijk zelf maar de video. Oké, laat ik even de video gaan kijken. En waar moet ik... Wacht, voor mijn zie ik het al. Hij heeft gewoon letterlijk een wapen in zijn hand. En wacht, wat? Dat betekent maar één ding. Dat ik hem vanavond nog ga arresteren. Of nou, trouwens, we zitten eigenlijk vol. Ik ga morgen een arrest inplannen. Niet vandaag? Luister, hij heeft waarschijnlijk nog niet veel meer moorden gepleegd. Ik weet wie het is. Normaal doet hij dat niet. Maar die ene dag kunnen we wel wachten, weet je. Maar niks tegen hem zeggen. Ja, ik doe, meneer. Fijne avond, hè. Jeetje, meneer zit er gewoon helemaal volgeboekt. Maar nu wil ik wel even weten waar ze eigenlijk wonen. Of tenminste waar hij eigenlijk woont. Laat ik even naar het huis gaan rijden zometeen. En dan even kijken waar die überhaupt. Ja, want ik denk dat het wel een goed idee is dat ik hem überhaupt ga pranken of zo. Laat ik dat sowieso even gaan doen. Maar ja, ik denk dat ik even naar huis ga en even kijken waar hij woont. Nou, ik ben dus aangekomen bij zijn huis. En ik ben dus heel benieuwd of hij überhaupt thuis is. Ik denk het wel. Maar laten we even gaan kijken. Want hier moet hij dus ergens zijn, hè? Ah, kijk, zijn auto staat er. En dat komt mij dus heel erg goed uit. Laat ik even hier naar binnen gaan lopen. En ik denk dat de hoogste tijd is om hem of ja, haar even aan te spreken. Oké, laten we even snel doorgaan. Want ik denk dat ze achter zitten. Want ze hebben ook een hele mooie achtertuin. Waar je u tegen zegt. Ze hebben gewoon letterlijk dames hier zo. Ik meen het. Ze hebben gewoon feestjes, huisfeestjes. Is het echt zo'n paleis? Ik denk het wel. Tenminste, het laat het wel zo lijken. Laat ik even kijken wat ze tegen elkaar te zeggen hebben. En hier moet ze als het goed is zijn, hè? Even stop je. Oh, die fakkels is wel heel mooi. Doe, schat. En ik was het vandaag op je werk. Ja, goed. Maar luister. Ik heb iets gehoord over een of andere teamleider of zo van mij. Was hij echt met jou op deze? Hij liet het maar lijken, maar eerlijk, ik had hem maar gewoon een beetje gebruikt. Maar ik vind jou wel echt een hele leuke, knappe knaapgast. Oh, maar dat vind ik wel heel leuk om te horen. Echt wat lief ben jij ook gewoon. Echt oprecht en loyaal. Ja, hè? En ik heb daarvoor nog een andere lief gehad, maar die heb ik eigenlijk maar gewoon keihard gebruikt. Oh, en wat is de naam van de vorige lief? Hij heet Delly, ofwel Delano. Die ging met vaders geld er vandoor. Oké, dat had ik niet verwacht, maar oké. Is er iets? Nee hoor, er is niks. Ik ben waarschijnlijk de volgende target. Ik moet morgen dus echt niet komen opdagen, want ik weet wat hij probeert. Doe me gewoon alsof ik niks heb gehoord en ik denk dat ik gewoon lekker vandoor ga. Ik ga ervoor zorgen dat het snel opgepakt wordt. Ik moet het echt snel doen voordat hij mij te pakken kan nemen. Dus ik moet me ergens gaan verstoppen. Trouwens, hij weet waarschijnlijk ook waar ik woon. Dus ik denk dat het de hoogste tijd is om er snel vandoor te gaan. En ik hoop niet dat er iets gebeurt. Maar wat ik wel ga doen is een BMW meenemen. En ik ga die toch proberen te verkopen ofzo. Alleen als je dat ziet, bro. Ik meen het. Ik ben echt een sjaak. Dat gaat hem echt niet worden. Ik laat mijn koekblik even lekker staan. En dan gaan we dan. Ik ga deze BMW morgen even inrijden voor een gouden Lamborghini. Want ik weet zeker, die dame houdt van goud. Het is eigenlijk misschien een beetje verkeerd wat ik doe. Maar hij heeft het wel een beetje verdiend. Alleen ik durf echt niet meer thuis te komen. Ik denk dat ik maar één ding ga doen. En dat is lekker slapen. Oh, dat wordt echt een heftige nacht. Dus ik ga er maar eens lekker vandoor denken. Ik denk dat het wel een goed moment is. Dus ik zie jullie weer thuis. En daar ben ik dan al, jongens. Ik ben weer terug thuis aangekomen. Ik ga de auto maar eens even parkeren. En ik ga gewoon lekker slapen. Oh my god. Ik weet alleen of ik hier veilig ben. Dus ik ga hem proberen in de garage te zetten. Ik hoop niet dat hij naar binnen kan. Want anders heb ik één groot probleem. Dus ik ga hem even hier neerzetten. Maar ik ben niet meer veilig. Die politie, waarom hebben ze nou niks te doen? Het is altijd zo, weet je wel. Oh, ik word er echt een beetje moe van. Ik ga gewoon naar bed toe. Het is laat. Weet je wat ik zeg? Wel trusten, jongens. Oh, ik denk dat de hoogste tijd is om op te staan. Nou ja, ik ben dus wakker geworden. En ik ga die auto inruilen voor een Lamborghini. En kijk hoe die Goldicker daarop gaat reageren. Ik bedoel, ik heb die auto maar gewoon gejat. Maar ja, die Goldicker is ook wel slim genoeg om te bedenken dat die auto wel van hem is. Daarom dat ik hem ook ga inruilen. Ik denk dat dat veel slimmer is. Dus ik ga de auto pakken en ik ga lekker rijden. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe hij erop gaat reageren überhaupt. Of ja, zij eigenlijk. Want ja, ik weet echt niet wat ik moet wachten eigenlijk. Maar ik ga in ieder geval een Lamborghini halen. Ik moet zeggen, deze auto is ook super mooi, hè, die BMW. Laat het even duidelijk zijn. Maar toch, ik ga toch echt voor die Lamborghini. En ik ben heel erg benieuwd hoe zij erop gaat reageren. Ik ben echt gewoon gespannen. Want ik weet hoeveel als ze loopt. Zij loopt altijd een beetje tussen al die Insta-famous dingen rond, weet je wel. Terwijl ze zelf niet eens is. En daar hou ik niet van. Mensen die pronken met geld die ze zelf niet eens hebben. Maar wel doen alsof ze rijk zijn. Kom aan, dat ben je niet. Dat is zij ook niet. Ben je broke, dan ben je broke, oké? Ben je rijk, dan ben je rijk. Maar ga niet voordoen alsof. Maar wat ik wel oké zou vinden is, stel je bent echt super rijk en je doet alsof je broke bent. En op zich logisch, want je wilt gewoon niet dat mensen een
overval gaan plegen in je huis. En ja, als je echt gaat pronken met geld en je doet als inderdaad alsof je rijk bent, dan ben je heel erg aantrekkelijk. En niet voor de mensen die denken van, oh wauw, die moet echt in een mooi huis. Nee, voor de overvallers en voor de inbrekers, daar ben je aantrekkelijk voor. Als het goed is, zijn we bijna aangekomen bij de car dealer en daar moet het zijn hoor. Oh ja, zeker. Wauw, hero hè. Nou, laten we even naar binnen gaan. Ik denk dat het goed idee is. En kijk eens, die gele Lambo roept mijn naam. Deze ga ik verkopen aan iemand en waarschijnlijk is hij al klaar. En dat betekent maar één ding, dat ik gewoon, ja, die Lambo ga kopen hier. Het is voor mij bijna dezelfde waarde. Sterker nog, misschien iets minder, maar die Lamborghini ziet er net iets duurder uit dan die andere. En, oh, wacht, hij is er ook al. Oh, nee. Oké, ik moet het snel regelen hier. Dus ik ga het nu even doen. Hey, een goede dag, meneer. Ik zou graag mijn BMW willen inruilen voor een Lamborghini. Zou dat kunnen? Oh, ja, zeker. Heb jij soms papieren meegenomen? Die liggen als goed in de kastje, dus die kun je wel pakken. Zeg, ben je een beetje gespannen soms? Ja, hè, tuurlijk. Ik bedoel, ik ga een Lamborghini rijden in één keer van een BMW. Tuurlijk ben ik gespannen. Dat dacht ik al, sure. Maar waarom heb je niet gelijk gekozen voor een Lamborghini? Ach joh, waarom wel? Ik wou even de tijd nemen om een andere auto te laten wennen. Ik dacht dat dat veel duurder zou zijn dan een Lamborghini. Ah, het gaat soms om het geld, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar dan is bij de zaken in ieder geval rond. Dus daar ga ik even lekker vandoor, hè? Dus weet je wat? Fijne dag, meneer. En wacht, wat doet hij daar? Huh? Dat vind ik heel raar. Nou, dan ga ik hem even door. Oh my god, dit meen niet. Er wordt gewoon letterlijk geschoten hier. Are you serious? Nee. Oké, snel vandoor. Oh, dit is echt foute boel. Zo, oké, kan ik hier doorheen? Nee, dat gaat niet. Oké, kom gauw naar buiten. Oh nee, hij is daar. Hij is letterlijk daar. Oh nee, pas op. Oké, go. Pas een beetje op, oké? Go, snel. Moeten instappen. Wegwezen hier. Voordat hij op die Lambo gaat schieten. Oh nee, hij rijdt mijn Lambo. Oké, snel. Vandoor. Oh, laten we muziek uitzetten. Die rijden ze ook gewoon gelijk aan. Oh, dit is echt foute boel. Nou, gelukkig ben ik wel weten te ontsnappen. Want ja, anders hebben we echt een probleem gehad, man. Oh, dit is foute boel. Ik zei dat die gast meteen moest opgepakt worden. Waarom luistert de politie niet? Ik hoop dat ze nu wel twee keer gaan nadenken voordat ze een actie onder gaan nemen. En überhaupt weer gaan doen. Want dit kan echt niet. Die gast had al lang opgepakt moeten worden. Maar weet je wat? Ik ga even naar die dure straat toe. Oftewel naar al die famous celebrity street. En dan gaan we even die chick ophalen. Oftewel die dame. Want ik ben wel benieuwd wat ze van mijn auto vindt. Ik denk dat ze het wel mooi vindt. En kijk of ze nu in één keer wel meegaat. Als ik gewoon laat zien dat het mijn auto is. Want ik kan het gewoon aantonen. Dus ik zie die weer daar. Of nou ja, laat ik het zo zeggen. We zijn in die straat zelfs. Oh my god. Ja, daar staat een rode lelijke auto voor. Oh, daar staat ze. Ze zit gewoon letterlijk te praten hier zo. Laat ik even gaan toeteren hoor. Oké, daar gaan we dan hè. Hey, lieverd, stap in. Liefjes, ik moet gaan, ja. Ik zie een mooie auto. Dus doei doei. Hey, schat. Hoe gaat het eigenlijk met je? Wow, is het jouw Lambo? Of voor wie is deze Lamborghini eigenlijk, als ik vragen mag? Ja, dit is inderdaad mijn Lamborghini. Ik heb deze gekocht. Dus bij deze. Ik wou het even gewoon geheim houden. Ik dacht van misschien wel leuk, toch? Oh, wauw. Zie je wel. Ik wist wel dat je een mooie Lamborghini kon rijden. Waarom had ik je niet eerder geloofd? En sorry voor die andere twee gasten. Ik weet dat je het hebt gezien. En ik wil echt mijn excuses voor aanbieden. Maar waarom heb je het dan gedaan, lieverd? Het zit zeg maar zo. Deze jongens kwamen gewoon op mij af. En ik vond het wel heel interessant dat ze eigenlijk op me hadden. Maar toch, ik had ze eigenlijk maar meer gebruikt. Dus daarom dat ik nu bij jou ben. Want jou vind ik wel echt leuk en knap, snoetje. Oh, super lief. Maar hey, ik moet wel even iets bij werk ophalen eerst. Dus dan ga ik dat even doen. En ja, dat is. Maar werk je dan nog steeds? Nee. Ik heb ontslag genomen. Maar ja, ik wou nog wel even iets ophalen. Want ik heb mijn spullen laten liggen. Ah, oké, duidelijk. Nou, laten we het even doen dan toch? Inderdaad. En in deze straat werk ik. Ja, je hebt het waarschijnlijk wel gezien bij Life of Father, toch? Ja, ik heb er inderdaad wel van gehoord, lieverd. Maar die mensen waren niet echt positief over je. Vooral die baas niet. Dat dacht ik al. Maar hè? Wacht, wat doen al die politieauto's hier zo? Of maar weet ik al wat. Heb ik iets gemist, Delano? Ja, let maar op. Oh, oké. Nou, ik even naar binnen toe, ja? Dus tot straks, schat. Ja, in ieder geval, ik ga eens even kijken wat ik hier binnen kan verwachten. Want ja, de politieauto staat ook niet voor niks. Maar wat is daar precies aan de hand? Ja, ik weet ongeveer wat er gebeurt, want ik had aangifte gedaan. En waarschijnlijk is hij nou opgepakt. Dus dan zijn ze gelukkig nog, ja, soort van op mooi moment bij, zeg maar. Dus binnen een dag weten op te pakken. Oké, daar zijn ze dan, hè? Oh, daar zijn ze. Oh my god, dat meen je niet. Ja, meneer, op je knieën. Hé, luister, laat me nu gaan, hè? Als je me niet laat gaan, ik knal jullie allebei neer. Op je knieën, ik wil alsjeblieft één keer. Nee, dat ga ik niet doen. Ga weg. Op je knieën, zeg ik nu. Hé, luister. Ik ga helemaal niks doen, ja? Weet je wat jullie kunnen krijgen? Hier, hè? Je hebt één groot probleem. Pak aan dan, hè? Hé, dit gaan we niet laten gebeuren, vriend. Hier, wie denkt van nu wie je bent? Dit is echt foute boel. Oh, die politie komt overeind. Wat? Hoe overleeft hij dit? Oké, laat ik hier even snel achter staan, ja? Ja, deze gaan we niet laten gebeuren, vriend. Zo, oké, snel wegwezen hier. Ik voel het wel heel erg verdacht dit. Maar in ieder geval, het is duidelijk. De schietpartij is geweest en we moeten gewoon snel vandoor gaan. Maar ik ben gelukkig niet echt gewond geraakt. Oh, gelukkig maar. De politie had ze niet te pakken kunnen nemen, maar ja, dan had ik het even in eigen handen moeten nemen. Goed, weet je, laat ik er gauw vandoor gaan. Lieverd, het is echt uit de hand gelopen. Hé, wat is het al gebeurd dan? Hé, luister, die baas heeft letterlijk de politie erin geknald. Oh, wat een badass is het ook, hè? Maar wat heb je toen gedaan? Toen had ik me het even in eigen handen genomen en de baas neergeknald. Wacht, wat? En als het goed is, krijg ik er nog eens geld voor ook, want ik heb de politie of een dienstambtenaar weten te redden. Als ik hiervoor ga zitten, dat zou echt heel erg omgekeerde wereld zijn. Ja, schat, je hebt enigszins wel gelijk. Laten we iets leuks van gaan doen samen. Ja, klinkt een goed idee. Hey, ik heb een hele mooie plek met een mooi uitzicht. En ik zou die Titanic staan met jou willen nadoen, ja? Dat ik achter je kom staan en jij lekker voor je met de armen gespreid. Goed? Ja, is goed. Moet je wel je ogen
dicht houden bij deze. Ga ik doen, lieverd. Nou, dan gaan we er naartoe, hè. Daar is het, hè. Eigenlijk gewoon vlakbij de plek waar ik heb leren kennen. Maar je hebt gewoon één plek over het hoofd gezien, denk ik. Oh, maar wat dan? Ik ken en bijna heel de beach eigenlijk wel. Zei ik nog, ik vind dat wel leuk om lekker met mijn bikinietje in het strand te liggen. Op stranden, dat soort dingetjes. Toen ging ik altijd een beetje mannen lopen kijken en gluren. Ah, oh, jij weer. Kom op, ik ben je man nu, hè. Ja, dat zou ik nu ook niet meer doen, hè, als ik in een relatie zit. Maar als ik niet in een relatie zit, dan doe ik dat uiteraard wel. Ja, oké, fair enough. Weet je, daar kan ik ook niks over zeggen verder. Maar hey, hier moet het dus zijn. Weet je wat? Stap uit en dan gaan we even naar de pier toe. Oké, ik heb wat eten voor haar halen. Dus dat betekent maar één ding, dat ik het even ga brengen. En zij staat eigenlijk al klaar. Hey lieverd, ik zou zeggen, loop er maar naartoe en hou je ogen dicht, zou ik zeggen. Oeh, ik ben echt benieuwd wat je in petto hebt, Delano. Dat snap ik. Maar zeg, je gaat geen rare dingen doen, hè? Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Oh, gelukkig maar, want ik ben er wel een beetje bang voor soms. Maar weet je, dan ga ik gewoon doen wat je zegt. Dan ga ik naar de pier toe. Kijk, dat vind ik helemaal geweldig. Nou, ik zou zeggen, doe je ogen maar dicht. 1, 2, 3. Zo. Welterusten. Kom aan, zeg. Ik hou niet van die gold diggers. Oh, ik heb wel gelijk ruzie met de gemeente. Maar hey, ben je er ook even bij? Moet ik je ook even laten zwemmen, meneer? Ik kan ook wel even regelen dat jij gaat lekker zwemmen, vriend. Hè? Wie denkt van wie je bent? Kom een rotzak. Jij ook. Oh nee, pas een beetje op. Oh, ik heb gelijk ruzie met de buurt. Dat had ik ook niet moeten doen. Maar deze is wel verdiend. Maar goed, weet je. Oh my god, waarom nemen ze het voor zo iemand ook op? Ik snap er niks van. Zo, ik heb in ieder geval weten te redden. Bedankt voor het kijken, mensen. De serie is afgelopen. Like, abonneer en ciao. En een kleine tip. Vertrouw nooit dit soort dames.